Je hebt vast wel eens gehoord van Duitse concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Misschien heb je er ooit eentje bezocht, maar wist jij dat de Kroatische ultranationalisten, de Ustasha, die runden ook verschillende concentratiekampen. En ik ben nu bij het voormalige Jasenovac-complex. Dat was een doorvoerkamp, een werkkamp, maar ook een vernietigingskamp. Waar Serviërs, Joden en Zigeuners op wrede wijze om het leven werden gebracht. Dit hier is het tragische verhaal van het Jasenovac-complex. Het concentratiekamp Jasenovac lag in de onafhankelijke staat Kroatië. Deze staat werd uitgeroepen op 10 april 1941 toen de Duitsers Zagreb innamen. Het Koninkrijk Joegoslavië werd toen aangevallen door Duitsland alsmede door Italië en Hongarije. Ongeveer 40% van het grondgebied ging naar de Kroatische staat. De leider hiervan stond bekend als de Poklavnik en zijn naam was Ante Pavelić. Zijn beweging was de Ustasha. De Ustasha-ideologie was ontleend aan het Kroatische ultranationalisme, het Italiaanse fascisme en het Duitse nazisme. Drie belangrijke componenten hiervan waren racisme, religie en geweld. De Ustasha ontketende een golf van geweld tegen de mensen in hun staat waar ze vanaf wilden. Serviërs, Joden en Roma, ook wel Zigeuners genoemd. Velen stierven door het toedoen van moordbrigades van de Ustasha. Anderen werden gedeporteerd naar concentratiekampen, waar ze op brute wijze werden vermoord. Hoewel de meeste Kroaten de oprichting van een Kroatische staat steunden, keurden ze het geweld dat daarop volgde af. In de zomer van 1941 werden er naar schatting 20.000 Serviërs gedood in wilde moordpartijen. Het regime richtte concentratiekampen op naar het voorbeeld van de nazi-kampen. Er waren verschillende kampen, maar de meest beruchte was Jasenovac, dat in de zomer van 1941 werd opgezet in een rustig dorpje ten zuiden van Zagreb op de oude grens tussen Kroatië en Bosnië. Het was niet één locatie, maar een complex van 5 verschillende kampen. Er waren ook speciale kampen voor kinderen tot 14 jaar oud. De commandant van het kamp was Vjekoslav Lubulic. Hij was een sadist die zijn gevangenen martelde, zowel geestelijk als lichamelijk. Hij beschimpte zijn gevangenen bijvoorbeeld over de datum en de methode van hun aanstaande liquidatie. Hij en anderen wedijverden wie het meest sadistisch was. Mensen werden uitgehongerd, met messen doodgestoken, aan bomen opgehangen, gemarteld, verminkt, verdronken, levensverbrand, gewurgd, doodgeschoten, in stukken gehakt of doodgeslagen. Soms kregen gevangenen het bevel om een ander te doden voordat ze zelf werden gedood. Zelfs nazi-officieren die gestationeerd waren in het gebied reageerden geschokt door de pure wreedheid van de moorden. Het Joegoslavische verzet in de vorm van communistische partizaaneenheden slaagde erin om de eerste gevangenen op 23 april 1945 te bevrijden. Een dag eerder probeerden 2 grote groepen overgebleven gevangenen in de veronderstelling dat hen de dood te wachten stond uit te breken. Slechts 91 van de meer dan 1100 overleefden. Het hoofdkamp werd bevrijd op 2 mei. Kampcommandant Lubulic vluchtte na de oorlog naar Spanje, maar werd in 1969 dood in zijn huis aangetroffen. Wie hem heeft vermoord is niet duidelijk. Om het Jasenovac-complex is vandaag de dag nog veel te doen. Er zijn mensen die beweren dat hier enkel politieke gevangenen zaten. En het klopt dat er politieke tegenstanders van de Ustasha, ook Kroaten, hier zijn geïnterneerd. Maar de meeste gevangenen waren Serviërs, Joden of Roma. En dan is er een discussie dat het complex was opgericht om het verzet tegen te gaan. Maar het complex werd al opgericht voordat het Joegoslavische verzet actief op gang kwam. En tot slot de discussie of Jasenovac een werkkamp of een vernietigingskamp was. Was Jasenovac een werkkamp of een vernietigingskamp? Het antwoord is beide. In Jasenovac 1 en 2 vermoorden de Ustasha alle gevangenen. Jasenovac 3 was eerst een werkkamp, maar toen er meer dan 5000 gevangenen waren, werd het overschot gedood. Jasenovac 4 was vooral een werkkamp, terwijl Stara Gradiska, Jasenovac 5, begon als een werkkamp voor politieke tegenstanders van het regime, maar veranderde in een vernietigingskamp toen Joden uit Jasenovac en Serviërs uit de opstandige gebieden er massaal naartoe werden gedeporteerd. Hoeveel mensen er omkwamen in de vernietigingskampen van de Ustasha is moeilijk vast te stellen. Na de oorlog claimden de communistische Joegoslavische autoriteiten het aantal van 600.000, wat waarschijnlijk te hoog is. Een vooraanstaand hedendaags Kroatisch historicus, Ivo Banak, komt tot een cijfer van ongeveer 120.000 slachtoffers in alle kampen van de onafhankelijke staat Kroatië. Anderen schatten 80.000 slachtoffers van alle nationaliteiten in de kampen, waarvan ongeveer 50.000 Serviërs. Tot op de dag van vandaag zijn er veel mensen in Kroatië die het duistere verleden van hun land ontkennen. De misdaden van de Ustasha bagatelliseren.
Ik ben ervan bewust dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de meeste Kroaten niet aan de kant stonden van de Ustasja. Dat was een kleine groep. Veel Kroaten probeerden zich afzijdig te houden en anderen vochten aan de zijde van de partizanen. Ik hoop dat je deze video interessant vond. Ik wil je bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer.